Goedemiddag, zusters. Dag, dokter Visser. Alles goed? En met ons wel. Gelukkig maar. Nou, eens even kijken, wat hebben we hier? Een spoedje, dokter. Nou, dat komt goed uit. Ik heb toch maar weinig tijd. Hij is in zijn bil gebeten. Nee. Door wie? Door uw zuster Karel. Oh, dat komt er. Door de politiehond. Ja, het is een inbreker, dokter. Hij is op heterdaad betrapt door een agent met een hond. Ach. Nou, laten we maar beginnen met een fikse verdoving. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om hem te helpen, dokter. Hoezo? Maar ja, het is toch een boef, toch die niet? En een gehele gemene, want hij steelt alles wat losse vastzit. Net goed dat hij pijn heeft. Ja, doe maar zonder verdoving. Ja, zal hem leren. Zusters toch. Ik weet niet wat ik hoor. Wat hebben jullie geleerd op de zusterschool? Zij zult niet stelen? Nee, dat andere. Ik zou niet weten waar u het over heeft. Nee. Jullie hebben plechtig beloofd iedereen te zullen helpen zonder aanziens des persoons. Maar dokter! Nee, zuster Carla. Onze lieve heer heeft iedereen naar zijn evenbeeld geschapen, ook deze meneer. Dat hij nou een beetje van het rechte pad is afgeweken, geeft hem evengoed recht op de juiste aandacht en zorg. Dokter! Nee, zusters, ik wil er geen woord meer over horen nu. Maken jullie nu maar de verdovingsspuit klaar? Dan ga ik meneer zijn hartslag opnemen, want het zal jullie wellicht verbazen. Maar ook boeven hebben een hart, hoor. Dokter! Waar is mijn horloge nou? Bedoelt u deze? Nou, ja zeg! Ja, moet je kijken! Mijn ketting! Nou, zeg! Wat een gluiperige rotzak hebben we hier, zegt zusters. Ik zou meneer graag willen verdoven, maar ik zie dat u de handen vol heeft. Dan maar zonder verdoving. Ik ga de wond even hechten. Zonder verdoving kan een beetje zeer doen, hoor, meneer. Ah!